Deze nieuwsuitzending is in het kader van de serie Weltschmerz. En het onderwerp is atheïsme en de logisch gesproken idioterie daarvan. Ik laat me even een pauze vallen. Ik kan gelijk iedereen gaan afhaken. En uh, ik heb al van niet... Ongelooflijk veel kritiek gehad op mijn uitzendingen. Uh, ik moet het kort houden. Nou, bij deze hou ik het heel kort. Voor de intro dan. En voor de onderbouwing moet je dan even blijven hangen, want het gaat in totaal een uur duren. Maar het komt hierop neer. Dat alles wat je zegt, dat valt binnen de regel van de taal. Taal is een gestructureerd geheel van woorden, waarbij woorden een duidelijke betekenis hebben. Behalve als je bliebla blue blue, la la, coco, nou nou, zo, zo. Poeh, zeg. Dat zeg je nou wel. Maar wat ik ook wel eens denk. en hey Trouwens, hé, hey, wat is dat nou? Uh, yeah. Kijk, dat heeft geen enkele inhoud. Maar toen mijn dochter zei: ik ben atheïst. dan denkt zij dat zij iets inhoudelijks zegt. En ik zeg dat het geen inhoud heeft als je zoiets zegt. Je kan ook zeggen: ik ben een oppervlakkig iemand en ik weet wanneer de blok er open is of wanneer er een aanbieding is bij de Albert Heijn. Want dat check ik altijd in de Huppeltje Pub. En dat is de limiet van mijn kennis. En levensvragen: daar moet je bij mij niet voor zijn. Dat kan je ook zeggen. Hè? Dan zeg je iets inhoudelijks en dan zeg je namelijk dat jouw denken en jouw woord daarmee inhoudsloos is. Dat heeft er nog inhoud. Ik ken ook iemand, dat is Lonneke trouwens, die zegt van ja, als ik de telefoon niet opneem, heeft het geen enkele zin om een voicemail in te spreken, want ik bel je toch niet terug. Want ik luister geen voicemail. Nou, ik heb nog wel eens een keer haar gebeld, maar ja, dan neemt ze de telefoon niet op. En toen dacht ik, oké, okay, dan bel ik je ook niet meer. Maar zij belt mij dan wel eens en dan neem ik altijd de telefoon op. En als ik niet thuis ben en zij spreekt wat in op mijn voicemail, dan luister ik mijn voicemail af. Dan kan ik zien dat Lonneke gebeld heeft en dan denk ik, ja, oproep gemist. Ja, ik luister wel ja, als zij belt. Maar andersom niet. En dat heeft ze duidelijk gezegd. Dus dat is dan een boodschap met inhoud. Dus ik bel Lonneke nooit, helemaal nooit niet. Terwijl ik af en toe heus wel wat te vertellen heb, of uh, ze het meegemaakt, en denk ik, nou, zal ze wel leuk vinden, of ik heb een leuk idee, dan denk ik, nou, zal ze wel leuk vinden. Maar ik bel haar niet, ze neemt toch niet op. Dus waarom zou ik haar bellen? En mijn dochter die zegt dan, uh, ik ben atheist en dan denk ik, ja, die kan beter zeggen, uh, ja, papa, uh, ik vraag mij geen dingen af. Ik weet hoe laat de trein naar Nijmegen gaat en hoe laat de laatste trein vanuit Nijmegen weer naar Arnhem gaat. En uh, ik haal goede cijfers op school en dat is het. Ja, ik leef zoals een koe uh, gras eet en dan uh, gaat hij weer. En dan schijt hij het allemaal weer uit. En af en toe zegt de koe: boe. En dat is het dan. Dat is wat een atheïst. Zegt als hij zegt dat hij atheïst is. Dat is wat een mens zegt als hij zegt dat hij atheïst is. Dat je geen mening hebt omdat je je nooit verdiept hebt in uh, zaken. Nou oh, ja, dat weet ik niet. Bij het schaken bijvoorbeeld. Hè? Als iemand opent met E2, E4 en ik ben zwart. Hè? Dan, uh, dan speel ik altijd Siciliaans. Nou, en als jou gevraagd wordt: van, uh, vind je dat uh, oké? Okay, uh, ja, dan kan je wel een of ander lulkoekverhaal gaan houden. Of zo. Maar de vraag is natuurlijk: heb je je ooit verdiept in het Siciliaans? Dan moet je eerlijk zeggen. Van, nou ja, schaken. Ja, sorry hoor. heb ik helemaal geen verstand van. Vind ik niet interessant. Of iemand Siciliaans doet of niet. Ja, dat interesseert mij helemaal niks. Want schaken interesseert me niks. Nou, zeg dat dan. Rijk, waar gaat het nou over als je het hebt over atheïsme? Nou, het woord betekent. Het is. Dus, die a, dat is een negatie. In de zin van. Uh, uh, je hebt ook wel uh, a asociaal, bijvoorbeeld. Je hebt dus, een negatie heeft op zichzelf geen betekenis, want het is alleen maar een negatie. Een niet. En in dit geval, sociaal, dat heeft dan wel een betekenis. Sociaal betekent dat je rekening houdt met een ander. En als je asociaal bent, dan hou je geen rekening met een ander. Dus dan ben je asociaal. Dus op dezelfde manier heb je een T En wat is dan een t Nou, dat is dan iemand die. Ja, dat ligt er een beetje aan hoe je het interpreteert. Maar die houdt dus rekening met het feit dat hij niet alles weet. En een at die zegt: ik ben niet iemand. Die rekening houdt met het feit dat hij niet alles weet. Dat is een atheïst. Een theïst. acht het voor mogelijk. Nee, een theïst. veronderstelt dat er meer is. tussen hemel en aarde. dan dat hij ooit zal kunnen begrijpen. En een atheïst. die zegt. Ik ben niet iemand. die. Oh, het is een soort dubbele ontkenning, hè? want een T is, die zal dus niet alles kunnen begrijpen. Dus ik ben niet iemand die niet alles kan begrijpen. Het zit bijna aan tegen dat iemand zegt: ik begrijp alles. Maar dat zeggen ze niet. Het is niet zo dat ik niet iemand ben die alles begrijpt. Uh, niet niets, maar niet niets betekent niet <laughs> een dubbele negatie betekent niet dat je dat positieve uitspreekt. Een theïst is iemand die houdt rekening met het feit dat er meer is tussen hemel en aarde dan dat die persoon kan begrijpen. Uh, de serie Welsmarts. Ik zit nu tegen de 10 minuten aan en dat is een beetje de maximale spanning. Uh, en om er even af te maken, het heet Weltsmerch, want dat is een speciale serie die ik opgesteld heb. Mee begonnen ben. Toen ik gestopt ben met het drinken van belachelijk veel alcohol. En roken van. Dagelijks alcohol drinken en dagelijks roken van wiet. En dan ook nog met de tabak erbij en alles. Dus we praten over een consumptie van middelen, zo zou mijn dochter dat benoemen. Um, iets van 490 euro in de maand. Grosso modo, er kunnen maanden tussen gezeten hebben van... Dat ik wat vaker naar de kroeg ging, uh, dan heb je het over dik 500. Toch een leuke vakantiebestemming. Hè? Naar uh, bezopenheidsland. En ik heb heel veel uitzendingen gemaakt in. Uh, ja, onder invloed, in beschonken toestand wou ik zeggen. Maar je moet zeggen onder invloed, want ook met wiet erbij. En dan heb ik het ook gehad over uh, theïsme, atheïsme, deïsme. Dat heb je, hè? je hebt atheïsme en je hebt deïsme. En je hebt nog theïsme. En die officiële invullingen van die woorden zijn allemaal even vaag, vind ik hoor. Maar ja, dat is mijn mening. En die welsmersuitzendingen kenmerken zich doordat ik helemaal niet onder invloed ben. Ik zit momenteel thee te drinken en dat doe ik dus al meer dan vijf en een halve week. Ik ben een stuk beter gaan eten dan voor die tijd. Mijn darmflora heeft zich hersteld. Halleluja, prijs de Heer. En ik heb weer gezonde honger. Ik, eet, ik doe zelfs ontbijten. Nou, daar was ik al een hele tijd geleden mee gestopt hoor. Dat wil zeggen, dan werd ik morgens wakker en dan stond er nog een half blik bier van de avond daarvoor. Een 10% lekkere gulpene gladiator. Het bier voor de doorvrochte man die niet geeft om smaak. Maar die het gaat om de moleculen ethanol. 10% man. Ja, dan stond er stond nog een half blik bier. En denk ik: hé, dat is een mooi ontbijt. Klok, klok, klok. Ja. En een kleine stokjes nemen, want we moeten hem nog volhouden tot 12 uur. En dan gaan we naar de supermarkt voor de nieuwe lading. Nou, ja, nu eet ik weer gewoon ontbijt. Ja, dat is toch wel lekker hoor. Met een kopje thee erbij. Hé, nee, atheïsme. Waar komt het nou op neer? Als jij om je heen kijkt, dan zie jij een wereld die ongelooflijk complex is. En uh, ik zou zeggen, ongelooflijk mooi is, esthetisch. Bij al mijn uitzendingen zit uh, dat moet dan van YouTube. Want je kan niet alleen audio erop pleuren. Dat vind ik flauw trouwens. Maar... Dus dan moet je altijd een fotootje, er moet een beeld moeten bij zijn. Dus het moet een MP4 zijn. Nou, ik doe niet aan bewegende beelden. Ja, heel soms zoek ik het wel maar... Dan maak ik een screencast of zoiets. Hè? Maar meestal werk ik met foto's. Nou, die foto's die maak ik zelf. En die foto's die maak ik van een wereld die ik op dat moment ongelooflijk mooi vind. Maar soms loop ik over straat en denk ik, ja. Ja, niet dat ik het lelijk vind, maar het is, de, het is geen foto waard. Ik heb altijd mijn camera bij me. Altijd, als ik naar buiten ga, zit in de binnenzak van mijn jas. Standaard. Altijd mijn camera bij me en mijn telefoontje. Ja, en mijn sleutels natuurlijk. En mijn portemonnee. En tegenwoordig niet meer mijn pakje cheque. Maar vroeger wel, hè. altijd een pakje check. Ja, dat, uh, ik ben niet alleen gestopt met wiet roken en alcohol drinken, maar ook met het roken van tabak. Ja, had maar mami op. Kostte me toch uh, 60, 70 euro in de maand aan te bakken. Ja, ha, 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 ha. Dat is eigenlijk het enige wat ik mis. Dat zijn Die bezoekjes aan de tabakswinkel. Daar hadden ze van die check. Want daar hebben ze van die check. En die heette David en Goliath. En het zijn zulke aardige mensen. Zo'n lekkere winkel. Zo'n zo buurtwinkelachtig ding. Ja, dat mis ik dan wel. Dan denk ik, loop ik er langs. In. Ja, dan kom ik niet meer binnen. Maar dat is ook het enige. En ja, dat is ook wel zielig voor die mensen natuurlijk. Want die missen die omzet. Ja. ja. Moeten andere mensen maar gaan uh, daar hoor? In de Koningstraat op het hoekje Je weet weten wat te vinden. Tegenover de blokker. Iedereen moet er maar naartoe, want ik ga er niet meer naartoe. Ik ben er ook rabiaat mee gestopt, dat het ook niet meer doen. Het is mooi geweest. Lekker helemaal nuchter. Naar nou, dat atheïsme. Je kijkt naar die geweldig mooie wereld. Dat zie ik dan. Hè? En dan moet je weten dat die levende wezens die daarin rondlopen, die zijn ook allemaal zo mooi. Kijk eens naar die vogels. Dat lijkt alsof die vogels de hele dag feest aan het vieren zijn. Lekker kwetteren, man. Als je goed oplet, is de wereld ontzettend mooi. Zelfs hier in Arnhem. Met al die luchten. Al die beestjes. Nou ja, die uh, vervelende Arnhemmers. Maar ja, die zijn ook niet allemaal vervelend. Er zitten ook hele leuke exemplaren tussen, hoor. Zoals die mensen van de sigarenwinkel. Is toch leuk allemaal? Ja. Het is esthetisch. Er zitten ook heel veel lelijke dingen. Echt uh, regelrecht zoemkotsen. Maar dat is niet alles. Ja. Tussen al die lelijke dingen zitten hele mooie dingen. En als je kijkt naar die mooie dingen... dan ga je je toch afvragen, waar komt die schoonheid vandaan? Toch? Ja, zeggen mensen, dat komt van de, de grote knal. Er was ooit een hele grote knal, uit het niets. Een... Uh, ja, toen had je snackbar Het Duifje, met die gave pindasaus van oma Son. Dus, die Indonesische dame die maakte die pindasaus, hoor. Dan gaat haar kleinzoon, want zelf is ze niet meer zo goed te been, die kleinzoon die gaat dan iedere week met een emmertje van die pindasaus naar snackbar Het Duifje. Dus vandaar dat die pindasaus zo lekker is, want die is van oma Son. En die is nog geboren in Indonesië. Dat komt ergens vandaan en dat kan niet van de grote knal komen. Er is geen enkele onderbouwing voor dat er uit wanorde uh, orde ontstaat. Vanzelf. Natuurlijk kan vanuit wanorde orde ontstaan. Dus mijn woning was na die jarenlange alcoholmissie van mij, was het heel wanordelijk. En nu niet meer. Het is nog steeds een beetje dat je denkt van nou zeg je, uh, de badkamer nog wel even kan. Ja, de badkamer is overmorgen aan de beurt. Of morgen misschien al. Ik ben me nu nog even aan het druk maken over andere dingen. Maar de keuken bijvoorbeeld dus. Ja, het kan altijd schoner, maar... maar... niet meer zo wanordelijk als dat het was. En mijn balkon, dat was een puinhoop, man. Ja, dat is nou... Dat is ordelijk. Je gaat mij niet vertellen dat het wanordelijk is. En hoe is dat, die overgang gegaan van die wanorde naar die orde? Ja, dat was ik. Ik ging dat doen. Uh, Zo'n balkon uh, waar je dus niks aan doet, uh, dat, dat wordt niks. Sterker nog, sinds ik dat balkon heb schoongemaakt, zijn er alweer een paar van die leuke regenbuien geweest. En, uh, iets, van, uh, iets van een halve storm of zo. En, en ja hoor, dan ligt er weer allemaal van uh, die een of andere boommeuk, afval, toestanden, ligt er weer op het balkon. Ja, als ik dat toen niet had opgeruimd, dan had het er nu nog steeds gelegen. En dan krijg je toch weer van die groene vlekken, He? Ja, en wat doen we ermee? Nou, als je gaat zitten wachten, ja, het wordt alleen nog meer wanorde. Natuurlijk. En dus als ik niet, als ik niet optreed, dan wordt mijn huis alleen maar wanordelijker. En als ik optreed, dan kan ik die wanorde weer omzetten in orde. Ja, beneden in mijn box daar staan nu elf vuilniszakken. En het is nu donderdag en ik heb afgelopen dinsdag heb ik ook elf of twaalf vuilniszakken aan de weg gezet. Die ben, die ben ik ook kwijt. Ja en nu staan er elf nieuwe te hunkeren om meegenomen te worden door. Uh, ik neem je mee, hey 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 hey. Van die harde werkers en niet van die luilakken zoals ik. Hè. Je gooit het allemaal in zo'n vuilnisauto. Ja, weg met die rommel. Dus die orde, die maak ik. Nou, waar is dan die orde vandaan gekomen na de grote knal? Want na de grote knal, per definitie, was dat een wanorde. Toch? Ja? Het was het begin van de tijd en dat soort dingen. Allemaal logisch, by the way. Ja. Toen ging de tijd kloppen en ze zeggen dan 20 miljard jaar geleden maximaal. Iets tussen de 15 en 20 miljard jaar geleden. was er een grote knal. Een grote explosie. Een big bang. Maar ja, na die bang heb je één grote wanorde. En waar komt dan die esthetiek vandaan? die schoonheid. die orde. Ja, daar moet dus een soort van Perry geweest zijn die dacht: "Jeetje, wat een puinhoop. Ik ga het even opruimen." Ik ga hier orde in brengen. Nou, en die actor... Die die handelende entiteit. Dat noemen wij de Bijbelgelovende Christenen. Die noemen dat God. En een atheïst, die heeft hier een probleem. Want hoe wil een atheïst dan verklaren hoe die wanorde ordelijk is geworden? Dat kan niet bij toeval zijn geweest. Dan ga je regelrecht in tegen de tweede hoofdwet. Van de thermodynamica. En als jij gaat lopen vertellen, van, ja, maar de thermodynamica, dat is uh, ja, dat is allemaal uh, 20ste eeuwse wiskunde. Nou, uh, dat is al lang achterhaald, al lang achterhaald en wellicht. Nee, hoe kom je erbij? 19e eeuw was het trouwens. En 19e eeuw begonnen. Je klopt man. Thermodynamica, geen. geen, geen geen oorwurm die erover loopt te zeuren. Echt helemaal niemand. Nou, als jij uh, koffie met melk uh, lekker vindt, hè, dan heb je ongetwijfeld meegemaakt dat je in een restaurant... Dan heb je zo allemaal nog koffie en dan krijg je van die koffie, dat is een gier, gier zwart ziet dat eruit. Uh, dan doe je er zo'n scheutje melk in. Nou, dan heb je eerst een beetje van die sliertjes die dan erheen. En dan doe je je theelepeltje in. En dan wordt het egaal bruin. Nou, dan kan je wachten tot je naar ons weegt. Maar je krijgt niet opnieuw die beginsituatie terug. Uit die wanorde dat alles maar bruin is, dat is wanorde. Dat het helemaal geen vorm heeft. Hè? Dat noem je wanorde. Chaos heet dat ook wel. Ja, Uit die chaos komt geen orde. Jawel, het is orde op chaos. Dat zeggen toch die vrijmetselaars? Ja, dat is een ander verhaal. Zo, dat ga ik nou niet uitleggen hoor. Ja, dat heeft namelijk te maken met opgelegde chaos. Ja. En dan creëer je, nou, in het kort zal ik het dan toch uitleggen: je creëert een chaos. En daarmee breng je een systeem uit balans. En dan stop je op een bepaald moment met het creëren van chaos, en dan ploept het terug precies zoals jij wil. En dat is het Ordo-ab-Chaos-principe. Dat is een manier om de, ja, een wereldorde te creëren. Maar dat, dat, ja, De vraag is of het echt werkt. Het lijkt er een beetje op als je arm uit de kom is. Dan uh, moet iemand heel hard aan je arm gaan trekken. En dan een ploep los laten schieten en dan, en dan schiet hij terug in de kom. Dat is orde uit chaos. Dus eerst maak je het probleem erger. En dan ploep en dan gaat hij weer terug. Dat is oordeel op chaos, maar dat is een principe. Daar heb je een actor voor nodig. Maar een chaos op zich wordt niet ordelijk vanzelf. Nooit niet. Dat heb je nooit gezien. Je hebt het nooit ervaren. Je hebt ook nooit gelezen in de krant dat dat ergens geconstateerd is. Je kan net zo goed geloven dat uh, de kabouters 9-11 hebben gedaan. Ja, Dat is ook een onzinverhaal. De kabouters bestaan niet en die hebben al helemaal 9-11 niet gedaan. Jawel, dat zou heel veel verklaren. Dat, uh, nou, iedereen dacht dat het Osama Bin Laden met zijn 19 konuiten was. Maar het waren eigenlijk duizenden kabouters, maar dan hele kleine kabouters. Hè? Ja, en die liepen allemaal zo door die vliegtuigbeveiligingsambtenaren toestand. liepen ze allemaal langs en die ambtenaren hadden het helemaal niet in de gaten. Maar met hele kleine kaboutertjes, die gingen allemaal die vliegtuigen in en die zeiden: joho, joho. Wij gaan naar de WTC en zo. Ja, het zou heel veel verklaren hoor, die kaboutertheorie over 9-11. Ja, je kan het altijd nog gekker verzinnen. Hè? Een chaos wordt niet vanzelf ordelijk. Punt. En ik had een keer een atheïst uh, zo klemmen. Want die atheïsten, heel veel atheïsten die gaan er zo prat op. Hè? Dat ze wetenschappelijk uh, onderlegd zijn. Dat ze heus wel weten van thermodynamica. En, uh... Nou, die had ik hem knal. En toen zei die atheïst... Die wetenschappelijk onderbouwd was, onderlegd was. en heus wel wist van de thermodynamica. die zei. dat moest hij wel. Dat hij zei: nou. er was nooit een grote knal. De wereld was er altijd al. Evolutie is dus ook niet. Er is geen evolutie, er was geen grote knal. De wereld zoals die is. die was er altijd al. Ja, en toen moest ik zwijgen. Ja, dat, ja, wat moet je daar nog op inbrengen? Tegen inbrengen. Als je dan zo iemand vraagt van, en hoe oud is de wereld dan? En dan zegt hij, ja, oneindig veel jaren. Wat er nu is, was er altijd al, en het zal ook altijd blijven. Ja. Ja, daar heb ik eigenlijk weinig op te zeggen. <laughs> nou, en als je dan zo iemand vraagt, van, ja, hoe zit het dan met de uitdijing van het heelal? Want je hebt die roodverschuiving, dat is toch een fenomeen? Hè? En die roodverschuiving die duidt er toch op dat er sprake is van een uitdijing van het heelal. En dan zeggen die mensen van, ja, dat is van de NASA. En je weet dat de NASA die, uh, ja, die ligt. Die houden uh, kennis voor ons verborgen. En die, die gaan ons bestoken met namaakkennis. En die roodverschuiving die is nooit uh, geconstateerd. Ja, dan moeten ze dat soort dingen ook gaan zeggen. Nou ja, en ze hebben dan een probleem met al die Darwinisten. Nou, vind ik dat zelf niet zo erg. Want Darwinisten. Ja, die gang. Dat, dat, ja, dat, dat kan dus niet, hè? En wat de Darwinisten zeggen van, na de, de Darwinisten gaan uit van wel een grote knal. had je dus die enorme chaos. En dan geheel tegen de tweede hoofdwet van de thermodynamica in, kwam daar een orde uit. En toen kreeg je dus survival of the fittest van de ordes. En dan kwamen er natuurlijk dan ongelooflijk veel ordes uit die chaos. Dat kan helemaal niet. Er gingen die ordes die uit die chaos ontstaan waren, die gingen onderling uh, concurreren... En toen wonnen de protonen, neutronen en elektronen. Dat was de eerste overwinning. En die gingen toen weer een stapje verder en die gingen atomen vormen. En dat werden dan uh, die 118 atomen van het periodiek systeem der elementen. En nou ja, hij ze verder. Dus. En toen ging uh, koolstof iets doen met uh, zuurstof en met... Uh, ...waterstof en stikstof en dat was een hele goede orde en dat werd dan ook helemaal leuk en dat was een eiwit en la 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 la. Al die dingen zijn nooit geconstateerd in een laboratorium. Zo. Het zijn alleen maar sprookjes van uh, mevrouw de Gans. Maar die uitkomst of die, uh, die gedachte van die ATS die zei van nou er was helemaal geen evolutie, er was nooit een Big Bang. Alles was er altijd al en het was precies zoals het nu is. En het zal ook altijd zo blijven. En de roodverschuiving van het hele al, dat... Uh, ja, nou misschien hebben we zo dadelijk wel een blauwverschuiving. Dat het hele al dan nu eventjes uh, ja, groter wordt, maar zo dadelijk wordt het weer kleiner en dan heb je dus een blauwverschuiving. En daarna worden we weer groter. En ja, nu toevallig hebben we een roodverschuiving. Maar het. Ja, het is het heelal dat dijt uit en het krimpt weer in. Dat laatste is helemaal nooit geconstateerd natuurlijk. Maar dat moet zo iemand dan wel denken. Het is heel erg onlogisch hoor, het atheïsme. En veel logischer is het om aan te nemen dat er een. Een factor is of een actor. die wij niet kunnen waarnemen. en die zorgt voor die orde. Die schept orde. Zoals ik orde heb geschapen. in mijn woning. Sinds. Uh, ja, vijf en een halve week ben ik bezig. Niet elke dag. Uh, tien uur per dag of zo. Mijn lichaam moest ook een beetje bijkomen van de schrik. dat ik plotseling uh, geen alcohol meer dronk. Dat ja, moet je ook even verwerken. Dat is ook een trauma hoor. Dat is ook een heel verlies. <laughs> maar die orde die heb ik geschapen. En zo is er ook de gedachte dat er een schepper is. van de orde die je ziet. De orde die je ziet, die is geschapen. Dan is het cirkeltje klaar. En dan gaat het over de eigenschappen van die Schepper. Ja. Nou, die kan in ieder geval geen afmeting hebben. Want alles met een afmeting is onderdeel van de schepping. Dus hij kan in die zin geen meetbare kwaliteiten hebben. Je kan niet zeggen God is groen of God is rood of God is driehoekig of God is zwaarder dan water. Dus God heeft in die zin geen eigenschappen. Je kan zeggen God is goed. Ja, waar is hij dan goed in? Nou, in scheppen is hij erg goed. Ja, de schepping is. Ja, doe het er maar na. Hè? Als je dus uitgaat van die schepping. Hè? Dat je zegt het is een schepping, die is geschapen. Die is niet toevallig ontstaan, die is geschapen. Punt 1, dan ben je weer helemaal in de lijn met de thermodynamica. Dus dan krijg je geen ruzie met de eerste beste wetenschapper. Dan heb je die hobbel ook weer gehad? Dan mag het universum best uitdijen. Dan maak je helemaal geen donder uit. Het is geschapen en het is geschapen met de beste bedoelingen. Want waarom zou de wereld anders zo mooi zijn? Ja, maar vind je Auschwitz dan ook mooi? Nee, natuurlijk niet. Ja, maar Auschwitz is ook geschapen door God. Nou, um, niet echt. Hoor. Dus, uh, als je gaat zeggen van nou, de familie Bush, die hebben uh, die opa, die, die ene Bush die is nou dood, hè? Die George Herbert Walker Bush, die is nou dood. En zijn zoon, George Walker Bush, die leeft nog. Nou, de opa van die nog levende, dus de vader van die George Herbert Walker Bush... Die, die die is natuurlijk ook al dood, maar die opa dus, Prescott Bush, ja, die heeft zijn handtekening gezet onder het verschaffen van de poen die noodzakelijk was om Auschwitz te bouwen. Dus als je het wel hebben over een schepper, dan Prescott Bush was een van de scheppers. Die, die, ja, die schiep de benodigde financiële gelden, fondsen, dingen met een handtekening. Hij heeft geen vinger uitgestoken. Het is niet dat Prescott Bush een charterplane nam naar Polen. Om te zeggen, nou oké, okay, waar gaan we dat neerzetten? Ik kom het even bouwen. Nee, meneer zette er ergens in Manhattan, in New York, even een handtekening. En daarna ging hij lekker dineren. En dan iets gezelligs doen, want dan een of andere brunette had zo'n eenzame avond. En nou ja, Prescott Bush was natuurlijk ook iemand die zoiets had van... Ja, zo'n brunette kan je niet de hele avond in New York in de eentje laten darren. Misschien dus, uh, een brunette, uh, denk ik, of een blondine. Ja. ja, heel hard gewerkt die dag om die handtekening te zetten. En zo heeft uh, Prescott Bush, uh, met ja, hele beperkte middelen, namelijk alleen met een handtekening, is uh, hij medeverantwoordelijk voor de schepping van Auschwitz. Maar je gaat mij niet vertellen dat Prescott Bush gelijk God is. En God heeft ons geschapen met een vrije wil. Dat mag iedereen uh, uh, vaststellen. Mensen doen de meest idiote dingen. Neem mezelf. Ik was gefrustreerd. Ja, nou en? Dat zijn we allemaal wel eens. Ja, maar ik was heel erg gefrustreerd. Ja, nou en? Dat zijn we allemaal wel eens. Ja, en toen ben ik gaan drinken. Nou precies, maar dat doet toch niet iedereen? Nou dan. Dat is vrije keuze van mij geweest, helemaal niet noodzakelijk. Had ik helemaal niet hoeven doen. Ik heb het gedaan. Dat is wat anders. Dat is vrije keuze. Nou, en ik heb gewoon de vrije keuze gekregen van de heren en heren. Nou, dan moet je iedereen ook lekker ophouden met zeuren erover. Maar dan moet je snappen. Mensen hebben een vrije keuze. Die kunnen van alles doen. Door in Londen. We hebben het aan het einde van de 19e eeuw. Hadden ze hele hoge gebouwen. Mensen zaten er echt hutje mutje. Er was een, een hygiëne gehalte van 0, broekzak. De, de menselijke uitwerpselen die, die lagen bij kant op straat. En door die hoge gebouwen was er nauwelijks zonlicht in de straten. En een stankman. En dan gaan mensen toch nog in die omgeving uh, kinderen baren. Want de seks is zo lekker. Oeps, mijn vrouw is weer zwanger. Ja. En dan komt zo'n hummeltje van een mens: uh, komt ter wereld. krijgt nauwelijks zonlicht. loopt overdag door de stront heen. Overal stinkt het. En dan heel gek, die kinderen die werden ziek. En dat is dan de schuld van God. Ja, God mag mij verdoemen. Als die mensen hem terecht daarvoor de schuld in de schoenen duwen, dan mag God mij verdoemen. Want dan ben ik verdoemd. Nee, dat was natuurlijk het werk van God niet. Dat is het werk van de mensen geweest. Die hun lul niet in hun broek konden houden, terwijl ze konden zien dat dat geen omstandigheden waren om een kind ter wereld te zetten. Dus dan moet je je lul niet in een vrouw duwen. Ja, en als dat besef ontbreekt en iedereen wordt hartstikke ziek. Geen goede gezondheid. Doordat er geen goede voeding is, geen goede hygiëne en te weinig zonlicht. Dan hebben ze zelfs nog een nieuwe ziekte de naam gegeven. Die heet Engelse ziekte. Tegenwoordig noemen we dat vitamine D-gebrek. Dat zijn vrije keuzes die mensen maken. met niet de, de wil van God. Ga er weg. Het is niet de wil van degene... die die ongelooflijk mooie wereld heeft gemaakt. Want waarom moest iedereen hutje-mutje gaan wonen in Londen... Maar was dat dan weer voor nodig? En waarom ga je daar kinderen baren? Waarom ga je daar seks lopen hebben met vrouwen? Met het risico dat er een kind gebaard gaat worden. In de menselijke uitwerpselen. Oh, ik ben er niet boos over. Ik ben er vrij strikt over. Want heel veel van die mensen die dan beweren dat ze atheïst zijn, die gebruiken dan zo'n ding, hè, van ja, maar in Londen uh, had je de Engelse ziekte, dus uh, ik ben atheïst. Tja. Nee, je denkt niet goed na, dat is wat ik zeg. En dat is op zich een schande. Die jij en je eentje mag dragen. Ik heb daar verder niks mee te maken. Ik respecteer de tweede hoofdwet van de thermodynamica. Want ik respecteer alles wat wetenschappelijk. Ja, niet. Nou ja, kijk, Darwin is geen wetenschap. Dus dat, dat laat ik dan daar buiten. Maar neem Newton, Kepler. Ja, ik respecteer dat. Voor mij is dat uh, helder als wat hoor. Zelfs uh, die kwantummechanica, die dat op zekere hoogte is, dat best aardig. Je hebt er verder niet zoveel aan. Maar het is een leuke beschouwing. Iets over golfdeeltjes en dan ben ik het ook kwijt. Zo denk ik erover. Dus ik, ik heb helemaal geen last van atheïstische neigingen. Ik maak me zorgen over al die atheïsten die dan wel het vermogen hebben tot nadenken, maar er niks mee doen. Yeah. Ik was een keer op bezoek in een hele rijke buurt in Hilversum. Het is niks geworden. Ik vertrouwde die man niet. En ja, 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 het lijkt heel leuk, maar als ik voor jou ga programmeren, dan zie ik nu al hoe het afloopt. Namelijk dat ik uh, tot drie uur s'nachts kan lopen typen de type en ik, ik beur uiteindelijk helemaal nul, mijn broekzak. Ik heb het niet gedaan. Anyway, het was vrijdag, het was niet eens bijzonder lekker weer, maar hij had wel de ramen open. Het was wel aangenaam weer. En dan komt er een lawaai toestand, man. Ik kijk eens een beetje vreemd dan, hè? Ja, zei die. Dat is de man die woont hier in de buurt. En die had een Bugatti of zo. Een of andere hele dure vintage auto. Ja, zei die. Die moet elke week met die auto een, een rondje rijden, want anders gaat die auto kapot. vind ik zo zielig, hè? Voor die rijke mensen. Die zijn slaaf van hun bezitten. Kijk, zo'n Bugatti, als het een Bugatti was hoor. Kijk, dat is een keuze. Ja, ik heb een Renault Clio. En ja, die moet natuurlijk ook af en toe rijden. Maar ja, dat doet Wim Kruidentuin wel. En anders Martin wel. Martin, die rijdt toch zeker eens in de week. Nou, twee keer in de week. Nou, dan gaat Martin boodschappen doen. En dan haalt hij voor de hele week... Hij gebruikte de Clio voor. Nou, ik hoef nooit in de Clio te rijden. Dat is maar goed ook. Dat is de twee kilometer lopen van mij naar de Clio. Maar die man die heeft dan zo'n Bugatti gekocht. En dan, oh, ik heb een Bugatti. En een huis dat die vent had, man. Ik was er dus met de Clio. <laughs> ja. Ik had het ook... Nou ja, bij lopen was het wel ver geweest, hè? Dan kan met de trein naar Hilversum Centraal en dan, ja, maar dan moet je een pockend lopen, man. dus ik was met de client. En reed langs het huis van die man en ik zag dan die Bugatti, wat het ook maar was, in de garage staan. zo: jeetje wat een huis had die man. Kijk, maar dat is zijn keuze. Hij, is dan, uh, yeah, hij heeft die Bugatti gekocht. En dan moet hij dan iedere week eventjes een stukje rijden. Want hij gaat ook niet naar zijn werk in die Bugatti. Hij nee, kijkt wel linker uit. Hij gaat naar zijn werk in een Mercedes 500 CES of zo. Met automatische afstandsbediening of weet ik veel wat. <laughs> wat ze tegenwoordig weer verzonnen hebben die nieuwste Mercedes. Hè? Of een Jaguar of zo. Nee, daarmee staat hij iedere keer in de file op de A4. Niet met die Bugatti. Maar het is zijn keuze om een Bugatti te hebben. Maar jij hebt een brein. Dat is geen keuze van jou. Dat heb je. Noodzakelijk heb jij een brein. Snap je? Zonder brein gaat er niet iets van jou zijn. Probeer het maar eens. Vraag maar eens om een breinamputatie. En kijk hoe jij je de volgende dag voelt. Je hebt in ieder geval geen hoofdpijn. Dat kan ik je garanderen. Maar voor de rest heb je ook niet veel hoor. Je hebt je brein nodig. En net als die Bugatti-eigenaar moet jij iedere week minimaal moet je even met je brein uh, aan de slag. Hé? Ja. Want doe je dat niet? Ja. Als die man één week hier overslaat met zijn Bugatti, nou, dan is het niet zo wel in de hand. En na twee weken overslaan, nou, dat valt ook nog wel mee. Maar langdurig uh, zijn Bugatti niet in de rond te rijden, ja. ja, ja. Dan is die Bugatti waarschijnlijk nog te repareren. Maar jouw brein? Oh, ooit gehoord van die ziekte die heet seniliteit? Is dat te repareren? Nou, ik dacht het niet, jongen. Kijk, het is jouw brein, snap je? Jij bent de eigenaar, de verantwoordelijke van jouw brein. Ja, leer dan een beetje inhoud uh, van het begrip uh, verantwoordelijk zijn van je brein. En stop met die belachelijke dingen als atheïsme. Want bottom line, om het maar even op zijn Frans te zeggen: atheïsme uh, is een totaal disrespect voor de wereld. En met de wereld bedoel ik uh, die aardebol, uh, met de wolken eromheen, en die vulkanen, en de maan, en onze zon, en al die sterren, en de melkwegstelsels, en uh, je eigen lichaam, en je lever, en je nieren, en je eilandjes van Langerhans. Ja, die heb jij, dat wist je waarschijnlijk niet, maar die heb je wel. Komen je hormonen vandaan? Ook voor de mannen. Niet alle hormonen, maar sommige hormonen. Ja. Dat is de wereld. Dus vanuit jouw lichaam, wat al helemaal opgebouwd is en enorm complex is, vanuit dat lichaam zit jij te kijken naar de wereld. Ja. En dan geen respect hebben. Oei, 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 oei. Het is niet de, de meest fantastische levenshouding die jij je maar kan voorstellen. Het kan ook gevaarlijk zijn voor je lichaam ook. Want als je geen respect hebt voor de wereld, hoezo heb je dan wel respect voor dat deel van de wereld wat we noemen jouw lichaam? Of wat jij mag zeggen. Van nou, ik dan voor mijn lichaam. Mijn lichaam is voor mij een onderdeel van de wereld. En voor mij is jouw lichaam ook een onderdeel van mijn wereld. Maar dat is mijn lichaam ook, snap je? En ik heb respect voor de wereld. En dat is ook voor mijn eigen lichaam. Ja, maar jij hebt heel veel gedronken en noem je dat respectvol omgaan met je lichaam? Ja, tot op zekere hoogte wel, ja. Ik had er toch niks aan overgehouden? Ja, maar je hebt ook gerookt. Ja. Ja, nou en? Ja, roken is gevaarlijk. Auto rijden ook. Maar ik heb er geen longkanker aan overgehouden. Ik heb ook niet het idee dat mijn longfunctie verminderd is. Ik heb wel een ongelofelijke hoeveelheid thee gedronken sinds die tijd. En nou dus ook vandaag, en nou moet ik ontzettend nodig plassen. <laughs> en ik had nog even door willen gaan. Om nog iets langer te zeuren over atheïsten. Maar ik geloof dat ik nu beter even kan gaan plassen. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben geweest. Hè, dat atheïsme, dat is een vrije keuze waarmee jij bepaalt dat je geen gebruik maakt van je breinvermogen. En dat is heel erg dom. Denk aan die eigenaar van die Bugatti. Hè, die man is, ik vind niet dat hij slim is door een Bugatti aan te schaffen. Maar dat is een ander ding. Maar ervan uitgaande dat dat, dat, dat in één keer zo is. Want jij hebt je brein gekregen zonder dat jij ervoor gekozen hebt. Hè? Die man is wel slim genoeg om. eenmaal in bezit van een Bugatti. om daar elke week een, een stukje in te gaan rijden. Nou, doe jij dat dan ook. En liever elke dag. Huh? Liever elke dag. Iets, eh, niet alleen maar Netflix kijken. Huh? maar elke dag even stilstaan. en nadenken. Snap je? Nou, dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn hamburgs zaak ik tjus en dag lieverds.